Goeiedag. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Gomez Mercedes-Benz. Ik sta hier bij onze Gomez vestiging in Zaandam. Ik wil jullie graag laten zien de nieuwe Mercedes-Benz EQA. De uitvoering hoe die hier staat is de AMG-lijn. En dat kun je zien aan de vormgeving in de bumper, de 20-inch wielen. Die accenten komen ook weer terug in het interieur van de auto. Dat kun je heel mooi zien aan de rode stiksels, op het dashboard, op het stuur. En natuurlijk in de stoelen. En natuurlijk is deze Mercedes-Benz EQA uitgerust met het ultramoderne MBUX-systeem. Met dit systeem kunt u van alles bedienen in de auto. U kunt uw cockpit helemaal veranderen naar wens. U kunt heel veel functies bedienen met stem. Door bijvoorbeeld gewoon te zeggen, hey Mercedes, schakel stoelverwarming in. Wat ook erg comfortabel is aan deze elektrische auto, is dat je voor jezelf de standkachel kan inprogrammeren. Nou, je kunt het natuurlijk voor jezelf helemaal inplannen voor welke dagen je de auto op temperatuur wil hebben. Maar het makkelijkste is dat te regelen via je Mercedes Me app. En Mercedes Me is ervoor dat je via een app op je telefoon de auto op afstand kunt monitoren. Zo kun je bijvoorbeeld zien of je auto nog op slot zit, of de ramen of het dak nog open of dicht is. Zo niet kun je deze op afstand nog vergrendelen of juist weer ontgrendelen. Om de EQA op te laden kun je natuurlijk een stopcontact voor gaan gebruiken. Ben je wel 30 uur bezig met laden van de auto. Aan een laadpaal gaat een stukje sneller. Dat is hier binnen 6 uur volgeladen. En binnen 40 minuten ben je van 10 tot 80% weer bijgeladen aan een snellader. Mocht u interesse hebben in de Mercedes-Benz EQA, kijk dan even op www.gomez.nl en maak een afspraak met ons.